Minister Ildis Polak-Beegli ging op het hoofdkantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken in op het buitenlands beleid zoals vastgesteld door de president van de Republiek. De bewindsvrouw gaf een overzicht van de bezoeken die zijn geweest en die nog in voorbereiding zijn voor 2018. Ik wil dan kort een overzicht geven van de afgelopen ontmoetingen die we hebben gehad. Ik wil dan teruggrijpen naar februari. Januari was er, laat me zeggen, heel kort een bezoek van mevrouw Jobs in verband met ons milieupotentieel. We hebben daarna een bezoek gehad van de minister van Buitenlandse Zaken in februari van Venezuela. We hadden een hele hoge delegatie uit India hier om na te gaan hoe we op bedrijfsniveau verder samen kunnen werken. Dat was het WAPCOS-team. We hebben daarna op bezoek gehad een grote delegatie uit Brazilië. En dit bezoek is daarna beantwoord met een tegenbezoek van onze president aan Brazilië in mei. En wij verwachten in oktober een bezoek van de scheidende minister van Buitenlandse Zaken in Suriname. Werkwaardig was ook het bezoek van de deputy prime minister en foreign minister van Servië. Hier, we hebben een tegenbezoek kunnen afleggen op ministerieel niveau in juli. En de president is voornemens, zodra dat fysiek kan, zeker ook Servië aan te doen op uitnodiging van zijn collega. Een staatsbezoek is dat dan. We hebben in maart gehad het bezoek van de prime minister van Sint Vincent en de Grenadines. Tegen de achtergrond dat wij in CARICOM zijn en wij niet alleen regionaal samen moeten werken, maar ook bilateraal in die regionale constructie. We hebben in dat verband ook gepland voor oktober een officieel werkbezoek van de prime minister van Antigua en Barbuda. De minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel was hier aan het einde van augustus. We hebben verder de reguliere presentatie van geloofsbrieven van Thailand gehad, Australië, Georgië, Bahamas, Spanje, Pakistan, Duitsland, Nigeria en Finland in maart. En dat heeft ook weer mogelijkheden met zich meegebracht, omdat wij dus nu in staat zijn om ook met die landen heel gericht naar een aantal sectoren te kijken. We hebben verder het artikel 8 politiek dialoog gehad met de EU. Daar waren er ongeveer 11 landen van Europa bij aanwezig. En we hebben dus een rustperiode kunnen bemerken, laten we zeggen een periode van voorbereiding in april en mei. Daar hebben wij dus deelgenomen aan vergaderingen in het buitenland. En we hebben in juni het officieel bezoek gehad, staatsbezoek van president Kofin van India. En we hebben daarna weer de presentatie van credentials gehad van Ghana, Guatemala, Filipijnen, Zambia en India van de nieuwe ambassadeur. Als ook het feit dat wij in augustus hier een hele hoge delegatie van het US-congres hebben gehad. En bij de meeste bezoeken is het duidelijk dat de mensen voor het eerst ons land aandoen en in ieder geval de potentie onderkennen. We hebben op gezette tijden vertegenwoordigers van Rusland hier gehad. Wij hadden reeds een datum geëermaakt voor het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die vanwege ontwikkelingen in zijn gebied niet meer kon afreizen op het laatste moment. Maar ik kan u van verzekeren dat het op de agenda blijft. We weten nog niet of het dit jaar wordt of begin volgend jaar, maar dat is zeker een voornemen. En ik kan u ook aangeven dat in de marge van de AVVN ik onderhoud met minister Lavrov zal hebben. En daarbij zullen we twee belangrijke documenten ondertekenen. Eén is het visumvrij reizen van Surinaamse onderdanen en Russische onderdanen naar elkaars landen. En ook een overeenkomst waarbij we structureel vaststellen dat er noodzaak is voor politiek overleg.
We hebben dan aan het begin van september het bezoek gehad van de minister van Overzeese Gebieden van Frankrijk. Was ook een resultaat van een afgesproken werkbezoek. En hierbij is heel belangrijk te benadrukken dat we hebben kunnen bevestigen onze wil tot samenwerking. We hebben daarna ook de presentatie van credentials van de Chinese ambassadeur gehad hier te landen. We hebben na 9 jaar ongeveer de joint commissie met Indonesië kunnen houden. Vorige week hier op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polakbegli, zal de algemene vergadering van de Verenigde Naties, AVVN, toespreken. Dit doet zij in naam van de president Desiree Delano Boutersche. Op de persconferentie, voorgezeten door de minister, ging ze verder in op de deelname van Suriname. Ik wil benadrukken dat in ieder geval in het vooruitzicht ligt onze toespraak bij de AVVN, de 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ik zal namens de president daar de statement van Suriname voorhouden aan de Algemene Vergadering. En we zullen met een werkdelegatie en de missie de verschillende ontmoetingen die er in de marge van deze vergadering ook plaatsvinden, zoals de OIC Ministers van Buitenlandse Zaken vergadering, de CELAC vergadering, de CARICOM COFCOR vergadering, mis ik iets meer, Jan? De NAM vergadering. Er zijn een heleboel ontmoetingen in de marge. Daarnaast zullen wij ook een aantal bilaterale vergaderingen houden met ministers, met name van de Noordic landen en landen die ons in ons milieu voornemen. Ik weet dat Suriname haar bos heeft bestemd, 93% van ons bos aan de wereld heeft aangeboden, maar dat moet tot ontwikkeling worden gebracht, dus wij zullen heel gericht ook daarover met een delegatie van milieu gesprekken ondernemen om dat goed gestalte te geven. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China en van Turkije hebben een officieel bezoek gebracht aan ons land. Minister Ildis Polakbegli vertelt over de historische bezoeken die onlangs zijn geweest. Wij hebben van Turkije aangemoedigd gekregen de mogelijkheid om te benutten hun ontwikkelingsfonds. En we zullen hier ook een regionale vertegenwoordiging krijgen in de naaste toekomst. Naast het feit dat Turkije ook zal zorgen voor het plaatsen van een ambassade in Suriname. In dit geval is het belangrijk aan te geven dat Suriname de benutting zal doen plaatsvinden op het gebied van onderwijs en volksgezondheid voor de bouw van scholen in gebieden waar die nog niet staan. En hospitalen waar mogelijk, maar ook het mogelijk trainen van onze mensen op het gebied van defensieaangelegenheden, op het gebied van milieu en bestrijding, wel tegengaan van rampen en hoe daarmee om te gaan. We hebben verder ondertekend een overeenkomst of een MOU betreffende de diplomatieke samenwerking en het kunnen trainen van onze diplomaten. Als ik kijk naar het aspect van economie, er zijn een heleboel mogelijkheden. Wij hebben geratificeerd de economische overeenkomst. Het verzoek is aan beide zijden dat we ook gaan voor een overeenkomst in zaken het bestrijden van of het tegengaan van de dubbele belasting en investeringsbescherming. Ook die overeenkomsten zullen heel gauw worden onderhandeld. En dat is ook een van de vaste lijnovereenkomsten die we nu aanbieden aan al onze partners. Zodat voor het bedrijfsleven ook voor hun mogelijkheden voortvloeien uit de verschillende bilaterale relaties die Suriname aangaat. Tijdens deze ontmoeting wij in staat zijn geweest te ondertekenen een aantal documenten. Waarvan één is de economische en technische overeenkomst. Waarbij een schenking van 200 miljoen renminbi, ongeveer 216 miljoen SRD, is geschonken. En ik wil even teruggrijpen naar
de schenkingen welke wij tot nog toe van China hebben gekregen sinds 2010, is in circa 90 miljoen US dollars. Als we dat van gisteren meetellen. En de schenking zal met name bijdragen aan het kunnen implementeren van de sociale agenda van deze regering. De president heeft heel erg benadrukt de noodzaak voor onze menselijke ontwikkeling en het menselijk potentieel. En heeft daarbij ook onderstreept dat de veiligheid hoog staat in het vaandel van deze regering. En daarnaast ook de huisvesting, dus de woningbouw en het aanbieden van betaalbare woningsopties, maar ook volksgezondheid. Verder is er een MOU getekend tussen beide ministeries voor het samenwerken op het gebied van diplomatie en de training van diplomaten. Het is goed te benadrukken dat China zich opstelt als een betrouwbare partner als het gaat om economische en sociale, culturele ontwikkeling. Wat betreft de relatie met Suriname. En de Suriname anderzijds ook het belang inziet van een One China policy. Wij gaan heel gericht werken aan het benutten van de MOU welke in mei getekend is van dit jaar betreffende het One Belt, One Road initiatief. In dat verband hopen wij hele grote infrastructurele werken gefinancierd te krijgen van de Chinese overheid. En hopen wij ook heel gauw over te gaan tot het project waarbij het Wanika Hospital operationeel is. Het Dalian 4 infrastructuurproject kan worden gefinaliseerd. Het broadband project waarbij wij weten dat het land kan worden ontsloten. En we kunnen verder bevestigen dat China heeft aangegeven de 400 trainingen en beurzen te gaan verhogen voor ons het komend jaar, afhankelijk van onze behoeften. En als u kijkt naar onze samenleving, als we praten over ongeveer 500.000, 600.000 inwoners, dan is die quota toch wel een hele hoge. En ik moet u zeggen dat het heel goed wordt benut door de verschillende instanties.